Een derde persoon is overleden aan het COVID-19-virus. Dit maakte infectioloog Steven Vreden gisteren bekend op de COVID-19-persconferentie. Hij zegt dat de persoon niet in het ziekenhuis lag, dus niet eerder positief was getest op het virus. De persoon is thuis overleden. Na zijn overlijden is er een swab genomen en kwam vast te staan dat hij geïnfecteerd was. In tweede instantie is gebleken dat die persoon, nadat er alsnog een swab is gedaan, gebleken dat die persoon COVID-positief was. Dus dat is niet iemand die in het ziekenhuis heeft gelegen, maar die is kennelijk thuis ziek geworden en was nog niet in het ziekenhuis opgenomen. Uiteraard zal er ook bij deze persoon contactonderzoek gedaan worden om te kijken of er mensen in de omgeving zijn die de persoon mogelijk geïnfecteerd heeft. En wij zullen ervoor zorgen dat die mensen in quarantaine gaan. Vreden zegt dat van de 24 nieuwe gevallen van gisteren slechts enkelen in quarantaine waren. De meeste zijn op basis van klachten geïdentificeerd en geswapt. Maar een vrij grote groep van 11 gevallen is afkomstig uit het inheemse dorp Sipaliwini. Gisteren hebben wij 11, op maandag deze week, een expeditie geweest van medische zending en van mensen van het academisch ziekenhuis naar Sipaliwini, omdat wij daar hoorden van klachten. Indien u het niet weet, Sipaliwini is het meest zuidelijke dorp van Suriname, heel dicht bij de Braziliaanse grens. En we weten dat een aantal inwoners uit dat dorp heel frequent de grens overschrijdt en naar dorpen aan de andere kant van de grens gaat, niet zo heel dichtbij. Wel een minstens een dag reizen te voet, heb ik begrepen. En tijdens de verkiezingen zijn er ook een aantal Surinamers die aan de andere kant van de grens woonden, naar Sipaliwini gekomen om te stemmen. En ze hebben daar 1 of 2 overnachtingen gehad. Na dat bezoek, dus kort na de verkiezingen, kwamen er mensen met verschijnselen in Sipaliwini, griepverschijnselen. En dat was de reden om dus deze week die expeditie te doen. Er zijn een aantal mensen geswapt, mensen die symptomatisch waren. En daar is eigenlijk het verontrustend hoge aantal van 11 gevonden. En die mensen zijn dus gisteren, althans de swaps zijn gisteren ingezet. En vandaar dat we gisteren 11 gevallen hadden uit Sipaliwini. En die zitten hier onder deze 24 nieuwe gevallen. Infectioloog Steven Vreden, Suriname telt nu 3 COVID-19 doden.